Welkom Schorpioen bij jullie reading voor de maand november. Dit is een bonus reading op het gebied van liefde en relaties voor november. Voor iedereen die Schorpioen in zijn zon, maan en Venus heeft. Neem mee wat voor jou resoneert en laat de rest achterwege. Ik heb al een aantal tea leaf kaarten voor jullie geschud. Er zijn boodschappen uitgekomen, die zal ik als eerste met jullie bespreken. Daarna ga ik een tarotlegging doen hierop. En ik zal het afsluiten met een affirmatie van de Soul's Journey kaarten. Ik heb zojuist de 1000 abonnees bereikt en ik wil iedereen heel erg bedanken voor het abonneren op mijn kanaal. Kijk mijn video, vind je het leuk, druk op die bel, geef me een like. Dat helpt me allemaal om mijn kanaal te laten groeien en ik ben heel erg dankbaar daarvoor. En ben je nog geen abonnee? Nou, dan abonneer je. Is gratis, kost niets. Dus ja, kijk of je het leuk vindt. We gaan meteen beginnen met jullie boodschappen. En dit zijn de boodschappen als het gaat om liefde en relaties voor de maand november. Schorpioen, wat is er voor jullie uitgekomen? De bezem. Een nieuw huis en een nieuwe attitude. Deze kaart kan ook staan voor het reinigen van je huis, het schoonmaken van je huis. Alles wat jou doet denken aan een verleden waar je dingen mee hebt afgesloten of dingen die je hebt afgesloten in je leven. Nou, clean je huis en ja, als het ware zet de vuilnis buiten. Dat kan ook te maken hebben met daadwerkelijk een nieuw huis wat jullie gaan kopen of een verhuizing. Dan hebben we vrouw. Je krijgt in de maand november te maken met een vrouw. Dus kijk hoe dit voor jullie resoneert. Je krijgt te maken met een vrouwspersoon of een relatie met een vrouwspersoon. Dan hebben we de aks. Dit zijn krachten die tegen jou gaan werken in de maand november. Dus we zullen dadelijk gaan verklaren waar dit betrekking op heeft. En de schaar. Een teleurstelling in een bepaalde situatie. En dat kan met elkaar te maken hebben. Krachten die tegen je werken, teleurstelling. Dus we zullen het zien. We hebben een hele positieve kaart, de engel. Spirituele bescherming. Je wordt beschermd, schorpioen, van het kwaad. Door je engelen, door je gidsen, door wellicht overledenen. Jouw beschermengelen. Ja, beschermen jou. Dan hebben we de kameel. Hou vol. En jij zal al je problemen kunnen oplossen. Overkomen. Dan hebben we Dark Man. Je krijgt in de maand november te maken met een man met donker haar of een donkere huidskleur. In ieder geval een donker type man. En we hebben een oudere man. Dus we hebben best veel persoonskaarten. De vrouw, een donkere man en een oudere man. Die donkere man, dat kan natuurlijk ook een oudere man zijn. Waar je mee te maken krijgt. Wellicht weten jullie al wie ik hiermee bedoel. Dat kan natuurlijk voor iedereen anders resoneren. Maar we gaan het zo zien. Wat heeft de tarot voor jullie? Universum. Mag ik 3 kaarten voor de energie van de schorpioen in de maand november? Schorpioen in de maand november. Schorpioen. Welke energie mag er voor schorpioen uitkomen? Welke boodschap heeft u voor de schorpioen in november in liefde en relaties? Schorpioen. Schorpioen. Ja, dankjewel. Ja, 3 kaarten. Zijn er voor jullie uitgekomen onder op het dek als algemene energie. Oeh, dat is niet zo'n hele mooie kaart. De zwaarde 7. Tweelingweegschaal waterman energie. Kan zijn dat jullie te maken hebben met een tweelingweegschaal waterman. Kan zijn de vrouw die hier op de tafel ligt, een oudere man of een donker type man. Een oudere donker type. Maar deze kaart spreekt van
ja, dat kan spreken van bedrog. Dingen worden achtergehouden. Geheimen. Iemand die je niet kunt vertrouwen. Heeft ook te maken met eerlijk zijn naar jezelf toe. Of iemand is niet eerlijk naar jou toe. Geheimen die aan het licht komen waar je je voor schaamt. En die iemand deelt met anderen. Het kan zijn inderdaad dat iemand jou teleurgestellen. We hebben hier een schaal liggen. Teleurstelling in een bepaalde situatie. Wellicht in een bepaalde relatie met iemand. Een connectie met iemand. Iemand gaat jou misschien bedriegen. Houdt dingen voor je achter die aan het licht komen wellicht. Iemand heeft je bedrogen in het verleden. Iemand... knijpt er tussenuit als een dief in de nacht. In ieder geval, er is iemand in je omgeving, schorpioen in de maand november, die jou teleur zal stellen. En dat is de overall energie. Dus dat is niet zo'n hele fijne energie, maar we gaan het zo verklaren. We hebben hier de 8 van zwaarden. Dit kan ermee te maken hebben. Die 8 van zwaarden is een energie van de illusie vast te zetten in een bepaalde situatie. Stagnatie, niet vooruit te komen in een bepaalde situatie. Ook een gemis aan zelfwaarde, zelfvertrouwen, waardoor je je hulpeloos voelt in deze situatie. En wellicht zijn sommigen van jullie ook bang om actie te ondernemen in deze situatie, want we hebben hier ook krachten die tegen je werken. Het kan zijn dat je letterlijk echt bang bent voor iemand. Ik hoop niet dat het zo is, schorpioen, maar het kan wel met de kaarten die hier op de tafel liggen, maar weet dat je in ieder geval beschermd wordt. Je hebt spirituele bescherming. Dan hebben we de zwaarde 3. Ja, ik heb het gevoel dat er inderdaad iets gebeurd is in het verleden of in het recente verleden of iets staat er te gebeuren wat jou heel veel hartepijn veroorzaakt. Een gebroken hart. De zwaarde 3 is een gebroken hart. Een hart waar 3 zwaarden doorheen zijn gestoken. Het kan ook ermee te maken hebben dat iemand jou heeft bedrogen. Want het is een 3. En 3 in een relatie is 1 te veel. Hè? Dus het kan zijn dat iemand jou heeft bedrogen. Iemand is vreemd gegaan. En dat speelt op dit moment gewoon heel erg in de maand november nog in jouw leven. Je hebt het gevoel vast te zetten in de situatie. Dus we gaan zo kijken hoe dat resoneert. En het kan zijn dat je te maken hebt met een koning van pentakels. Dit is de 3e kaart. Dit is stiermaagd steenbok energie. Dit is iemand die heel zelfverzekerd is. Heel charismatisch. Iemand die bouwt aan zijn huis. Financiële stabiliteit. Iemand die anderen kan motiveren, inspireren. Iemand die ook wel theatraal kan zijn. Iemand die heel ambitieus is. Graag wil werken aan zijn financiële stabiliteit en zekerheid. Iemand die een leider is. Iemand die ervan houdt om in de spotlight te stappen. En het kan zijn dat dit de man is. Een donker type waar je mee te maken hebt. Iemand in een leiderschapsrol. Iemand die een coach is, bijvoorbeeld. Iemand die heel sportief is. Iemand die kinderen coacht in sport bijvoorbeeld. Kan zijn dat je met deze persoon in een relatie zat. En dat deze persoon jou heeft bedrogen. En je voelt je gevangen in de situatie. Je voelt je vastzitten. En je voelt dat deze situatie niet vooruit gaat. Er komt geen beweging in deze situatie. Je voelt je teleurgesteld. Dus we gaan het zien. We gaan het verklaren. Waarom ligt als algemene energie de zwaarde 7 voor schorpioen? Als algemene energie de zwaarde 7 voor schorpioen. Zwaarde 7. De zwaarde 7. Dit kan ook een vader die hier zijn. Die jou teleur heeft gesteld. Dus het kan ook een oudere man inderdaad zijn. Oudere, donkere man. Zwaarde 2. Wauw. En de zwaarde 9. Schorpioen, ik heb echt het gevoel dat jullie inderdaad heel gestrest zijn.
door deze situatie waar jullie in zitten wellicht. Of ja, nog in komen te zitten. Het gevoel hebben geen beslissing te kunnen maken. Een kruispunt. Welke richting ga ik op? Welke stappen ga ik zetten? Maar je zit daarover in je hoofd. Je hebt een blinddoek op. Je ziet de situatie misschien niet voor wat het is. Op dit moment. Dit ja, is gestrest zijn. En dan hebben we de 9 van zwaarden. Bij de tweelingweegschaal waterman energie. In je hoofd zitten slapeloze nachten. Niet weten wat te doen. Heel erg gestrest zijn hierdoor. En in je hoofd zitten, ja. Die zwaarde 3 kan ook staan voor iets wat je mee hebt gemaakt en wat echt moet healen door ja, in de tijd. Waarom ligt hier de 8 van zwaarden? De 8 van zwaarden voor de schorpioen in de maand november. De 8 van zwaarden, dank u wel. Nog 1 kaart alsjeblieft voor de 8 van zwaarden. Ja. Kelke 6. En de zon. Kelke 6 is een kaart van terugkijken naar het verleden en dan naar de positieve kanten. Als het gaat om een relatie, inderdaad, de goede tijden die jullie hebben gehad. Maar de zon. De zon is tevoorschijn gekomen in jullie reading. Bij de kaart 8 van zwaarden, het gevoel hebben vast te zitten. Met de zon is er sprake van groei, succes, overvloed. Het kan te maken hebben met kinderen, want de kelke 6 kan ook te maken hebben met kinderen. Het kan gaan over iemand die jij kent vanaf je kindertijd. Het kan gaan over iemand met wie jij al een relatie hebt gehad in een vorig leven. Een soulmate. Maar met de zon spreekt van positiviteit, vreugde, geluk en ja, voorspoed, warmte. Positieve energie, optimistisch zijn. En dat is het tegenovergestelde wat we hier boven hebben liggen in de algemene energie. Je zit wellicht in je hoofd van wanneer komt er een betere tijd? Wanneer kom ik uit dit nadenken, deze mentale stress die ik heb? Wanneer verandert mijn situatie? Wanneer kan ik die vreugde en het geluk verwachten? Waarom ligt hier voor de schorpioen de zwaarde 3? Waarom ligt hier de zwaarde 3 universum voor de schorpioen? Wauw. Kelke 8. Schorpioen kreeg vissen, dit is jullie energie. En de zwaarde 10. Tweelingweegschaal, waterman. Het verlaten van een situatie met de kelke 8. Een emotionele situatie. Een emotioneel moeilijke beslissing, moeilijke stap om te nemen met pijn in je hart. Verlaat je een situatie. Je weet dat nu de tijd is om deze situatie te verlaten. Je moet nu, je wordt met de feiten met je neus op de feiten gedrukt. En het is nu een tijd om actie te ondernemen. Een tijd om te draaien. Je eigen waarde te zien. Je zelfvertrouwen te hebben om een nieuw begin te maken. Met de kelke 8. Ja, ga je erop. Voel jij emotioneel gezien dat deze situatie ten einde is? Je kan niet langer blijven hangen. We hebben hier de 9 van zwaarden en de 10 van zwaarden. Ik wou net al zeggen bij de 9 van zwaarden, de 9 is nog net geen 10. Maar je zit tegen de 10 aan. In je hoofd zitten, nadenken, overanalyseren, gestrest zijn. Daar komt een einde aan. Je voelt je in deze situatie door het verdriet wat deze persoon of deze situatie met jou gedaan heeft. Het bedrog, die teleurstelling. Heb je je echt te neergeslagen gevoeld met die 10 van zwaarden. Je hebt het gevoel dat iemand je 10 zwaarden in je rug heeft gestoken, figuurlijk. En ja, je bent door een diep dal gegaan. En in dat verdriet heb je gezeten. Dus het is echt hele zware energie van ja, stress, verdriet.
Dus ik heb echt het gevoel dat jullie heel wat meegemaakt hebben in de afgelopen periode. En dat dit op dit moment nog steeds speelt. Maar je wil die zon, die vreugde, dat geluk, dat wil jij. En met die 10 van zwaarden, ik heb het gevoel dat jullie al aan het healen zijn van deze hele situatie. Je bent weggelopen, je hebt je emotioneel teruggetrokken ook met die kelken 8. Je probeert je emotioneel niet meer te laten raken door deze situatie. En dit doe je door op een andere manier naar de situatie te kijken. Met de 10 van zwaarden, positief denken. Het kan zijn dat jullie inderdaad gaan verhuizen. Dat je je huis hebt verlaten. Dat je je kinderen hebt meegenomen. En dat je je huis hebt verlaten. Dat je gaat verhuizen. We hebben hier een nieuw huis. Nieuw attitude. Of dat je je huis gaat schoonmaken. Hoe zeg ik dat? Cleansen. Omdat de persoon die jou dit heeft aangedaan verhuist. Je hebt het gevoel dat mensen tegen je werken. Dat je niet verder komt. Maar dan komt hier positiviteit. En volhouden hebben we hier liggen met de kameel. Volhouden zal ervoor zorgen dat je inderdaad over jouw over dit probleem heen komt. Dat je jezelf kunt healen. Wie is die koning van staven die we hier hebben? Oh, dit is de koning van staven. Ik zei zojuist de koning van pentakels. Dit is de koning van staven. Dit kan iemand zijn die ook heel controlerend is. Iemand die een groot ego heeft. Maar dus ook iemand die heel loyaal kan zijn. Iemand die iets in zijn hoofd zet, zijn doel wil bereiken. Iemand die handelt vanuit emoties. Iemand die zijn hart volgt. Wie is die koning van pentakels? Koning van staven, zeg weer pentakels. Nou, misschien hebben jullie toch met een stier ook te maken. Want ik blijf maar pentakels zeggen. Dit is de koning van staven. Waarom ligt die koning van staven hier? Waarom ligt die koning van staven hier voor de schorpioen in de maand november? Koning van staven. Wie is die koning van staven? Het kan zijn dat inderdaad de persoon die jou pijn heeft gedaan een leeuw, boos, met een ram is. Hoeft niet. Kijk gewoon hoe het resoneert. Met de zonkaart hebben we ook een leeuw op de tafel. Maar we hebben ook water- en luchtenergie. Veel luchtenergie, tweelingweegschaal, waterman. En de enige grote arcana is tot nu toe de zon, leeuwkaart. Die koning van staven is iemand die met veel dingen tegelijk bezig was. Probeert een balans te brengen in een bepaalde situatie. Kan zijn dat deze persoon jou heeft gejuggeld met een ander, zoals ik al zei, met de 3 van zwaarden. Dat er een derde persoon betrokken was. Deze persoon heeft jou wellicht bedrogen met iemand anders. En dan hebben we de koning van zwaarden. Deze persoon was emotioneel niet, gaf emotioneel niet in jullie relatie. Je hebt wellicht al je emoties, al je energie, al je moeite gestoken om te werken aan deze relatie. Al je liefde. En deze persoon was emotioneel niet beschikbaar in deze relatie. Deze persoon was misschien in de relatie voor andere redenen. Fysieke aantrekkingskracht, het seksuele gedeelte, de passie. Want de koning van staven is een hele passievolle koning. Maar emotioneel niet betrokken, heeft emotioneel niet gegeven in deze situatie. En je voelt je gewoon pijnlijk bedrogen. Je hebt je emoties hierin, je emoties in deze relatie gelegd en daar is misbruik van gemaakt. Ik ga een ander dek pakken. Je wordt beschermd in ieder geval. Wie is deze vrouw die hier ligt? Je krijgt te maken met een vrouw of een relatie met een vrouw. Wie is die vrouw hier voor de schorpioen in de maand november? Krachtkaart.
kan zijn dat jullie te maken krijgen met een vrouw met als sterrenbeeld leeuw. We hebben sterk leeuw hier op de tafel liggen. Dit is de tweede grote arcana kaart. En de grote arcana kaarten staan voor grote veranderingen, levensveranderingen. Dus deze vrouw die kan eraan bijdragen inderdaad dat jij gewoon een verandering in je leven krijgt. Dit kan ook de vrouw zijn waar deze persoon die jou heeft bedrogen mee te maken heeft. Of dit kan de vrouw zijn waar je een relatie mee had, mocht je een man zijn. Dus we gaan even kijken, waarom ligt hier de vrouw? De krachtkaart en kelken 9. Dit kan ook iemand zijn die jou gaat helpen bij jouw verwerkingsproces. Iemand die ervoor zorgt dat jij weer terugkomt te staan in je kracht na je verslagen te hebben gevoelen. Met die 10 van zwaarden naar de situatie te hebben verlaten. Kan dit iemand zijn die jou gaat helpen te healen? Die jou inderdaad weer de kracht, de moed, het zelfvertrouwen geeft om aan je situatie te werken en je emoties weer in balans te krijgen. En weer kunt genieten van het leven. Weer tevreden bent, emotionele balans ervaart in je leven met deze kelken 9. Kelken 9 is ook een kaart van wensen die in vervulling gaan. Wie is die oudere man hier? Wie is die oudere man voor de schorpioen? Wie is die oudere man voor de schorpioen? Wie is die oudere man? Nou, ik heb het gevoel dat deze oudere man, dit kan natuurlijk ook iemand zijn die niet oud is in leeftijd, maar wel oud is als het gaat om volwassenheid. Iemand die veel heeft meegemaakt in zijn leven. Kan een donker type zijn, hoeft niet. Maar ik heb het gevoel dat dit degene is met wie jij een relatie hebt gehad. Want deze kaart, dit is een relatie. De staven 4, je relatie naar een volgend level tillen. Dit is wel een kaart ook van mensen die in vervulling gaan. Dit kan ook staan voor het huwelijk. Voor een stabiele basis. Het kan zijn dat je hulp krijgt van een oudere man die jou gaat helpen bij het zoeken naar een nieuwe woning. Want we hebben hier ook nieuwe woning liggen. We hebben hier de kelken 8. Het kan ook van een verhuizing spreken. Dus het kan zijn dat je hulp krijgt van een oudere man die jou gaat helpen om weer een stabiele basis te kunnen opbouwen vanuit niks eigenlijk. En dit spreekt van vreugde. Vreugde en geluk. Iemand gaat jou helpen bij het vinden, want je hebt het gevoel vast te zitten en je weet niet wanneer er betere tijden komen. Het kan zijn dat je op zoek bent naar een huis, maar het gevoel hebt hier niet in verder te komen en vast te zitten in een situatie. En deze persoon gaat ervoor zorgen dat jij bevrijd wordt van het gevoel van de 8 van zwaarden. Dus kijk hoe het resoneert. Wie is die donkere man hier? Wie is die donkere man hier? Wie is die donkere man die hier op de tafel ligt voor schorpioen? Donkere man. Wauw, weer de kelken 8. Dus ik heb het gevoel dat dit de donkere type, de persoon is waar je een relatie mee hebt gehad. Want ik zie hier de kelken 8 weglopen van een situatie. Dus of hij, en het hij kan zij zijn. We hebben allemaal mannelijk en vrouwelijk. Dus draai de situatie zoals het bij jou resoneert. Hij is weggelopen uit deze relatie. Emotioneel niet beschikbaar met de kelken 8. Of jij bent weggelopen. En we hebben hierboven die kelken 8 ook liggen. Weglopen van een situatie van conflict. Dus dit kan de man zijn waar jij je relatie mee hebt beëindigd. Omdat deze man zijn opties openhield. En wellicht ook contact had via het internet met andere, met andere mensen.
Dit kan iemand zijn waar jij, die jij hebt leren kennen via het internet of via gemeenschappelijke vrienden. Maar ik heb het gevoel dat deze persoon zijn opties openhield. En ja, graag ook het avontuur beleefde met anderen buiten de relatie. En emotioneel teruggetrokken was van jullie connectie. Dus het kan zijn inderdaad dat deze persoon die jou zoveel pijn heeft gedaan, een donkere man is of een man met donker haar, een iets donkere getinte huidskleur. Dus kijk hoe het resoneert. Wat mag ik nog voor de schorpioen doorkrijgen als advies? Advies voor de maand november. Advies voor de maand november. Weet dat je langzaam maar zeker vooruit komt en dat je problemen zult overkomen. We hebben hier een wensvervulling. Elke 9 schorpioen hebben we hier liggen en de zon. De zon is de beste kaart uit het deck. Positiviteit. Dus blijf optimistisch, want er komen betere tijden. In de maand december of november zul jij dat merken, inderdaad, met de zonkaart, dat jij ja, je geluk weer kan ervaren en emotioneel in balans komt. Er zal een wens in vervulling gaan met die kelken 9. Je komt in je kracht te staan. En als advies van het universum heb je de Ridder van Pentakels en de Fool. Dus neem, sta open voor de toekomst. Spring in het diepe. Blijf optimistisch inderdaad met de Fool. Ramenergie is dit. Dus ook een grote arcana. Dus ook een ram kan een rol spelen in jouw leven. De Ridder van Pentakels is een nieuw begin. Dus start die reis. Het is een nieuw begin wat zal leiden tot stabiliteit en zekerheid. Met de Ridder van Pentakels is een langzame ridder. Maar langzaam, maar zeker. Ja, komt er succes, overvloed en liefde en emotionele balans. Je komt in je krachten staan. Dit is iemand die goed heeft nagedacht over zijn situatie. Goed nadenkt over de stappen die hij of zij zet. En met de Fool, dat is iemand die juist niet nadenkt over de stappen die hij zet. Dit is iemand die gewoon onbezonnen, speels als een kind, optimistisch, niet ervan uitgaat dat er dingen fout kunnen gaan, in het diepe springt. Dus ja, probeer hier een balans in te vinden. Het is natuurlijk wel goed om altijd na te denken voordat je een sprong in het diepe waagt. Maar laat dit in je hoofd zitten los en durf ja, positief naar een nieuw begin te kijken. Want dat is het, een nieuw begin met de Ridder van Pentakels. Mocht er iemand komen op je pad met die Ridder van Pentakels, dan neem dit aanbod aan. Durf het avontuur aan te gaan, is het advies van het universum. Dus dit is jullie reading. Hele zware energie, hele verdrietige energie, maar wel licht aan het einde van de tunnel, ook met de 10 van zwaarden. Je gaat van de 9 naar de 10 en de 10 is een einde en een nieuw begin. 2 keer de kelken 8, weglopen van een situatie, emotioneel je niet meer laten raken door die situatie en er komen betere tijden. Kracht met de leeuw. Wensvervulling, kelken 9. Universum, welke affirmatie heeft u nog voor de schorpioen in de maand november? Schorpioen. Ik vind het heel erg voor degene inderdaad die door deze energie heen gaan. Want het is echt wel heel erg zwaar. En ik wens jullie ook heel veel sterkte en succes. Maar weet dat er positiviteit wordt. Een nieuw huis wellicht. En je wordt beschermd. Hou vol en je zult je problemen overkomen. En de kaart voor jullie is vrede. Peace. Schorpioen. I am a being of love and I release all negative energy. Ik ben een wezen van liefde en ik laat alle negatieve energie los. Negatief denken, loslaten. Deze persoon heeft jou in een situatie gebracht dat je in je hoofd zat. Vergeving, vergeef jezelf voor het maken van wellicht foute keuzes en laat het los. En je komt weer in een energie van vrede. Dat is wat ik voor jullie heb. Resoneer het, geef me een like. Vond je het leuk om naar een video te kijken? Geef me een like, druk op de bel, dan kun je zien wanneer ik een volgende video post.
Ik wil iedereen bedanken die zich heeft geabonneerd op mijn kanaal. Heb je je nog niet geabonneerd, dan doe dat. Ik waardeer het heel erg en tot de volgende keer. Dag!